Goedemiddag bij deze sessie over de bouwstart van 150.000 sociale en middeldure huurwoningen. Mijn naam is Marleen Hermans, ik ben managing partner bij Brink Groep, hoogleraar publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan TU Delft. En ik neem u mee door dit gesprek. In mijn dagelijkse werk heb ik veel te maken met de opgave waar onze bouwsector voor staat. En dus ook met de opgave waar we vandaag over praten, namelijk de woningbouwproductie. Op 14 september kwam minister Ollongren met EDES en VNG bestuurlijke afspraken overeen om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen te gaan versnellen. En binnen 2 jaar toe te groeien naar een bouwproductie van tenminste 25.000 woningen per jaar. Een opgave die in de omvang en in zijn tempo behoorlijk uitgaat boven wat ons de afgelopen jaren gelukt is om te produceren. Dus we zijn heel benieuwd hoe de partijen betrokken bij deze opgave in staat zijn om daadwerkelijk tot die uitvoering te gaan komen. Aan mijn tafel heb ik te gast Marja Appelman, directeur woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Agnes Horenstra, voorzitter van de Vereniging van Gemeentelijke Grondbedrijven binnen de VNG. En concerndirecteur, niet te vergeten, bij de gemeente Zaanstad. Aan mijn rechterkant Mohamed Baba, bestuurder van Haag Wonen en bestuurslid van de vernieuwde stad op het vlak van de woningmarkt. En Desiree Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. Als het met deze mensen niet lukt om hier een goed gesprek over de uitvoering te voeren, dan zou ik het ook niet meer weten. Zij gaan dus zo antwoord geven op de vraag hoe we met z'n allen tot die uitvoering van die productie kunnen komen. Maar eerst kijken we even een minuut of twee naar een filmpje dat een mooi overzicht geeft van het type opgave waar we dan met elkaar naar aan het kijken zijn. We staan in Nederland voor een enorme woningbouwopgave. Dat betekent dat we meer dan ooit op elkaar zijn aangewezen om samen te werken in gebiedsontwikkelingen. Hoe kunnen langjarige samenwerkingen tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen worden vormgegeven zodat de bouwopgave een maatschappelijk succes wordt? We nemen een kijkje bij 3 projecten. Ik ben Ed Zevenbergen en we staan hier op de Laverspartaan, een hele grote ontwikkeling van BPD, 1600 woningen totaal. Het is een hele lange samenwerking waar we mee bezig zijn. In 2000 al begonnen. Toen was er een tender uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. Die is door BPD gewonnen. 30% van de opgave was sociale woningbouw. En daar hebben we toen IJmeren voor gevraagd. En die hebben uiteindelijk ook gewoon ongeveer 30% van de sociale woningen hier gerealiseerd. Ik ben Evelien de Keizer. Wij staan hier in Overvecht, Utrecht. De wijk Overvecht kenmerkt zich door meer sociale huur dan andere segmenten zoals koop- en middenhuur. Een speerpunt van gemeente Utrecht is juist op die plekken koop- en middenhuur terug te brengen en minder sociale huur. Mitros heeft daarom hier 80 sociale huurwoningen aan ons aangeboden en wij bouwen elders in de stad zo'n 135 sociale huurwoningen terug voor Mitros. Kijkend naar de toekomst denk ik dat we dit soort samenwerkingen steeds meer moeten gaan doen. En nou, als je hier kijkt zie je een nieuwe manier van samenwerken waarin ruil de basis is. Ik ben Frans van der Bomen en we staan hier in een van onze mooie projecten Wagnerplein in Tilburg-Noord. BPD is hier karttrekker van deze integrale gebiedsontwikkeling. En daarbij hebben wij samen met de winkeliersvereniging het Wagnerplein weer gerevitaliseerd, waardoor eigenlijk dit gebied helemaal tot bloei is gekomen. En deze ontwikkeling in Tilburg is een goed voorbeeld hoe een samenwerking zou kunnen als je denkt in een mix van functies. Als je kijkt naar een grootschalige wijkontwikkeling, dan moet je meer kijken ook naar sociale en economische problemen en die combineren met de ruimtelijke opgaven. En dan spreek je pas echt van integrale ontwikkeling en kan je een grote productie op gang brengen. Mooie voorbeelden van de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. 3 integrale gebiedsontwikkelingen waar die woningproductie zou moeten landen, die 150.000, als onderdeel natuurlijk van een veel bredere opgave waar we met z'n allen aan werken. Laat ik beginnen met meneer Baba. Meneer Baba, heeft u nog geslapen sinds 14 september? Want over 2 jaar moeten die woningen er staan. Gaat het lukken? Ik heb heel goed geslapen. En wij zijn hier natuurlijk al een wat langere tijd mee bezig dan vanaf 14 september. Dus we zijn zeer blij met de markering van dit punt. En het is een ontzettend grote uitdaging. Dus wat ons betreft kunnen we en moeten we aan de slag met elkaar. En wat is daarvoor nodig in uw ogen om dat voor elkaar te krijgen dan?
Nou ja, daar is in ieder geval voor nodig dat we echt uit de startblokken gaan komen. En ons niet alleen maar behoeden voor definities over aantallen en hoe en wat. Maar vooral echt met elkaar aan de slag. Daar waar we echt van de kant kunnen. Met overheid, marktpartijen, corporaties samen kijken. Wat is er nodig? Wat kunnen we al? En daarmee te beginnen. En vanuit daar weer verder te kijken wat er verder nodig is. Mevrouw Oppelman, vanuit dat idee, we gaan eraan beginnen. Was het Rijk klaar op het moment dat de handtekeningen gezet zijn? Of welke rol ziet u voor het Rijk in deze uitvoering van de opgave? Kunt u daar wat over zeggen? Ja, nou, vooral een ondersteunende rol zie ik voor het Rijk. En dat hebben we ook in diezelfde brief waar u net naar verwezen uitgelegd. Dat, kijk, bij de gemeentes en de corporaties is die prioriteit voor die woningbouw nodig. Maar met die handtekening zegt ze, ja, die prioriteit gaan we geven. Financieel hebben we dat mogelijk gemaakt vanuit het Rijk met die aftrek op de verhuurderheffing. Daar is heel veel geld mee gemoeid. Maar we kunnen ook voorstellen dat er moeilijke knopen moeten worden doorgehakt. Hoe zit het met allemaal wetgevingen waaraan moet worden voldaan om die woning ergens te kunnen bouwen? Kunnen wij misschien helpen om dat te versnellen? Kunnen wij bestuurlijke puzzels, draagvlakpuzzels helpen oplossen? Dus wat wij doen is het ondersteunen met het expertteam wonen. Die zetten we hier nog weer extra voor in. Om dat soort puzzels die er lokaal zijn en die in de ene gemeente echt weer anders zijn dan een andere gemeente te helpen oplossen. En als dat nodig is, dan zullen we ook wel bestuurlijk langsgaan. Even dat telefoontje plegen bij die wethouder om uit te leggen hoe belangrijk het is. Kijken van, is er misschien extra mankracht nodig? Daar hebben we een geld voor vrijgemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen, om extra mankracht in te huren. Zodat dat tempo maar gemaakt kan worden. Dus die ondersteunende rol, die gaan we invullen. De ondersteunende rol komt er en u gaat ondersteunen bij het voldoende capaciteit realiseren. Ik ben heel benieuwd naar de positie van de grondbedrijven daar dan in. Hebben jullie de capaciteit om dit voor elkaar te brengen? Hoe kijk jij naar die opgave, meneer Horst? Ik vind dat laatste vind ik heel erg belangrijk. Dus dat er extra geld is voor capaciteit. Omdat je ziet dat gemeentes op heel andere dossiers, neem even de jeugdzorg, enorm voor bezuinigingsopgaven staan. Corona komt eraan. Dus dan is het heel goed dat er zeg maar, tegen de stroom in budget is om mensen in te huren. En daarmee ook de kennis die nodig is om het te versnellen. Dus het Rijk om die capaciteit voor u te regelen, is dat de logische plek voor het Rijk dan? Ja, nou, vandaar dat ik dat ook zei. Dus kijk, we hebben natuurlijk met het Rijk en met het Rijk als geheel brede gesprekken als gemeentes. En die gaan over dat wij natuurlijk vinden dat we veel te weinig geld van het Rijk krijgen. Maar even, daar gaat nu de discussie niet over. En dat heeft veel te maken met bijvoorbeeld het tekort op de jeugdzorg. Want de impact van corona. Maar daar hebben we het nu niet over. He, dus vandaar dat het heel goed is dat er via een aparte geldstroom ondersteuning komt voor die extra capaciteit. En even over een andere vorm van capaciteit gesproken dan. Stel dat de boel geregeld wordt, heeft u dan genoeg plannen op tafel liggen om daadwerkelijk te komen tot de uitvoering van die productie die we met z'n allen willen? Hoe staat het met die plancapaciteiten dan in uw... Nou, ik ben heel optimistisch over de plancapaciteit. En dat zeg ik ook omdat ik denk dat, kijk, als er ergens voelbaar is dat er sprake is van een woningtekort, dan is dat in het op het platform van de gemeenteraad. Daar wordt gevoeld, hè, daar wordt zeg maar het volk vertegenwoordigd op het laagste schaalniveau. En daar is duidelijk al heel lang dat het sprake is van een woningnood. Iedereen kent wel iemand van 23, 24 jaar die nog bij pa en ma thuis woont en al heel lang het huis uit wil en dat niet kan. Dus die druk is er wel. En dat heeft al afgelopen jaren al geleid tot de ontwikkeling van plannen. Wat je nog wel ziet, hè, dus is dat nog niet alle gemeentes dat ook hebben verwerkt in het sturen op voldoende sociale huur. In vorm van bestemmingsplannen, huisvestingsverordeningen of gewoon een duidelijke richtlijn naar ontwikkelaars en eigenaren van grond dat ze, als ze willen bouwen, dat ze ook sociale huur moeten maken.
Desiree, zit het hem daarin? Het is nog niet duidelijk genoeg voor jullie dat er ook sociale huurwoningen moeten komen. Of hoe kijk jij naar die plancapaciteit? Wat gaan we doen? We hebben net 3 mooie projecten voorbij zien komen waarin dat nadrukkelijk wel gebeurt. Dus ik zie niet dat daar het knelpunt zit. Ik zie vooral eigenlijk 2 zaken die ik heel belangrijk vind. De uitvoeringskant, van laten we met elkaar ook weer PPS gaan optuigen. Want we zijn als private partijen geen deelgenoot in de deal. Maar nadrukkelijk wel van belang. Want woningen bouwen, dat doet geen enkele gemeente. Dat doet geen corporatie zelf. Dus we moeten echt met elkaar aan de slag om het ook daadwerkelijk stappen vooruit te brengen. Uitgevoerd te krijgen. En ik heb dus ook al gezegd, het is geen deal voor 150.000 woningen binnen 2 jaar. Maar misschien wel van 450.000. Want we moeten geen eenzijdige sociale wijken bouwen. We moeten juist in de eenzijdige wijken andere woonvormen inbrengen en op andere plekken sociaal bijbouwen. Dus het gaat nadrukkelijk om de mix van sociaal, middeldure huur, maar ook koopwoningen, zodat mensen ook gewoon in een samenleving leven waar de mix ook goed voelbaar is. Dus ik zie wel voldoende werk aan de winkel voor ons ook. Meneer Baba, ik zie u knikken. Ja, ik hoor hier allemaal dingen waar ik natuurlijk ontzettend mee eens kan zijn. Het gaat over een goede mix. Het gaat over, we kunnen het niet alleen. En volgens mij is onze onderlegger voor ons allen dat we het maatschappelijk niet meer kunnen uitleggen. Meneer Hoonstra had het al over de gemeenteraden. Ik kan het in ieder geval als corporatie niet meer uitleggen. Wij willen heel graag. Er wordt ook steeds meer een beroep op ons gedaan. En terecht. Dat gaat enerzijds over de fysieke kant. Maar we zien ook een toename van leefbaarheidsvraagstukken in wijken. Waarin we ook weer betrokken worden, eigenlijk naar onze oude rol op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Nou, dat willen we ook. We willen ook zeker de fysieke opgave. En daar is in wat Desiree ook zegt, de publiek-private samenwerking essentieel. En daar horen goede condities bij. Dus daar helpt het als er ook doorzettingsmacht komt. Geld is altijd een onderdeel, maar niet het belangrijkste. Het gaat erom, ook wat mevrouw Appelman zegt, kunnen we met elkaar een man en paard noemen van waar strokt het, waar loopt het? Even met elkaar in gesprek, wat is er voor nodig om capaciteit, geld of een plan voor elkaar te krijgen? Volgens mij moeten we de mouwen opstropen. En ik heb het genoegen gehad om in Amsterdam, Rotterdam en in Den Haag te werken. En laten we dan met een Rotterdamse aanpak en met de Amsterdamse bravoure en met Haagse regelkracht de boel voor elkaar krijgen. Dus het praten erover zijn wij wel een beetje klaar mee. Ik vertegenwoordig het platform De Vernieuwde Stad. Daar zijn 27 grootstedelijke corporaties. Daar zit oprechte intentie om een bijdrage te leveren. Wij worden geconfronteerd met de aantallen opgaven die groot zijn en met beperkte middelen. Nou, daar kunnen we over zeuren. Dat is allemaal benoemd. Daar worden goede gesprekken over gezegd. Onze houding is, wat kunnen wij maximaal doen met de beschikbare middelen? Omdat wij vinden dat wij als private organisatie met een maatschappelijke doelstelling aan de bak moeten. En dat kunnen we niet alleen. Dus dat zal echt samen moeten. En mijn hartekreet is ook, wat kunnen we benoemen aan concrete projecten? Of waar kan het Rijk helpen of de provincie of gemeente om echt gebieden toe te wijzen en daar met elkaar aan de slag te gaan? Dus mijn punt erbij is, het vraagt ook bestuurlijke lef. En dat is een belangrijk ingrediënt. Ja, bestuurlijke lef, mevrouw Appelman. Ja. En gebieden aanwijzen, hoor ik net, als eigenlijk de start om al die daadkracht, power en de regelgeving op pad te krijgen. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, het bestuurlijke lef, dat zegt meneer Baba helemaal terecht. Want wat je ziet, vooral bij woningen die betaalbaar moeten zijn, dat soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes in welke eisen stel je aan de woningen. Hoe doe je de mix van hele betaalbare woningen en woningen meer gericht op middenhuur en luxe woningen. En dat vergt die bestuurlijke lef. Ja. Dus daarin in woondeelsetting, aan versnellingstafels, ook in verstedelijkingsstrategieën, spreken wij daar ook samen met lokale partijen over. En assisteren wij hen om die keuzes te maken. En dus voor die 150.000 woningen waar we het nu over hebben, doen we dan dus inderdaad nog wat extra's. Door daar nog meer bestuurlijke kracht op te zetten, om daar nog meer ondersteuning op te zetten voor gemeenten als ze dat nodig hebben. Maar het begint wel met keuzes maken.
Want voor dat dubbeltje op de eerste rang krijg je ze niet gebouwd, nee, die woningen. Dus wij snappen wel dat dat bij gemeenten en bij corporaties moeilijk is. En dat daarom, dat misschien een van de redenen is dat het tot vertraging heeft geleid. Dat het moeilijk is die goede grondprijs neer te zetten. Moeilijk is om te zien van ja, maar wat moet nou die mix zijn van echt betaalbare huur en wat luxere woningen. Die knopen moeten wel worden doorgehakt. En daar gaat u vanuit het Rijk met die taskforce die u net noemde, de bestuurlijke taskforce, gaat u mee helpen als ik dat goed begrijp. Jazeker. En wat ik al zei, we zitten via woondeals en versnellingstafels en andere tafels zitten we al langer aan tafel. Ja. Maar bij deze corporatiewoningen inderdaad zetten we er nog meer bestuurlijke kracht op, dat klopt. Bij die deals zijn daar ook de private ontwikkelaars tot nu toe voldoende bij betrokken? Want 150 tot 450.000 woningen gaf Desiree net aan. Desiree? Nou, ja, niet op het niveau van de deals, maar wel in de individuele projecten. En daar moet je het werk ook verzetten. Hè. Dus daar ligt eigenlijk de grote opgave. Hoe kunnen we daarin meer openheid ook vinden? Hè, met elkaars verdienmodellen respecteren. Dus ik vind ook dat we daar met elkaar voor aan de bak moeten. Gemeentelijke grondbedrijven, corporaties, ontwikkelaars. Van wat is er voor nodig qua investerend vermogen, maar ook wat voor rendementseisen vinden we wel of niet acceptabel. Het voorbeeld wat net voorbij kwam in Utrecht, daar hebben we ook echt alle partijen water bij de wijn gedaan. Dus een gemeente heeft afdrachten laten zitten, corporaties heeft aan inbrengwaarde ook gesleuteld. En de marktpartij heeft ook gezegd, rendement is ook even geen issue voor bepaalde type woningen. Dus op die manier moet je toch inzoomen op projectniveau om te kijken hoe maak je die deal haalbaar. Dus dat vind ik een belangrijke. Daarnaast vind ik het ook wel belangrijk, hè, plancapaciteit. Annie, jij gaf het net al even aan, het is best op orde met die plancapaciteit. Nou, ik heb daar wel wat zorgen over. Niet zozeer dat er niet voldoende plannen zijn, maar zijn dat echt wel de plannen die ook binnen 5 jaar aan de beurt zijn? Of zijn dat plannen die misschien over 10 of 20 jaar reëel zijn? Dus ook daar vind ik dat we met elkaar kritisch naar moeten kijken en ook moeten zorgen dat plannen de beginstreep halen, dat ze ook richting uitvoering gaan. Dus ik heb goede hoop, op projectniveau zeker, en ik zou graag ook vanuit meer de ontwikkelaars in brede zin nog verdergaande afspraken willen maken. Meneer Hoornstra, reageert u daar eens op? Hoe hard is die plancapaciteit en kunt u daar tijdhorizonnen mee aangeven of in aangeven die maken dat we zekerder gaan weten dat we daadwerkelijk op korte termijn tot aanzienlijke productie kunnen komen? Dus, ik ken natuurlijk niet alle de plancapaciteit van alle 365 gemeenten. Dan begint u eens met uw eigen zaanstad. Nou, dan kan ik gewoon zeggen dat het met gemak kan. Maar laten we zeggen, dat hoeft niet overal zo te zijn. Wat ik een hele goede vraag vind om lokaal te beantwoorden in overleg met alle partijen, dus inclusief de ontwikkelaars, is of het inderdaad mogelijk is om op korte termijn productie te realiseren. Kijk, en de reden waarom ik daar zo hardgrondig mee eens ben, is dat op het moment dat het debat zou gaan over het vergroten van de plancapaciteit, ja, dan gaat het over locaties sowieso, ten principiale, over projecten die over 10 jaar van start kunnen gaan. Beginnen. Ja. Dus als wij nu de discussie zouden verplaatsen naar het debat over wat gaan we over 10 jaar bouwen, in plaats van dat we ervoor gaan zorgen dat wat er klaar ligt, dat wordt gerealiseerd, ja, dan komen we verder af van de doelstelling. Dus als we het gesprek gaan voeren over wat we nu kunnen gaan bouwen, wat is er dan in uw ogen als allereerste nodig dan om daadwerkelijk dat zetje te geven om die productie omhoog te krijgen? Nou, dat is waarvoor we aan tafel zitten, toch? Nou, dat begint dus met een hele heldere uitspraak van een gemeente over het percentage sociale huur dat men wil realiseren. Om te voorkomen dat op elk project moet worden onderhandeld over wat het percentage is. Want dat is echt, als je dat gaat doen, dat kost gewoon weer een jaar productie. Moet je niet doen. Het tweede is, want dat is denk ik een complexiteit die ook in de projecten kan zitten. Dat gaat over grondprijzen. Nou, wij zeg maar vanuit de Vereniging van Grondbedrijven zijn we altijd voorstander van een residuele grondprijs. Dat wil zeggen, dat betekent dus voor de sociale huur een lage grondprijs. En voor de markt een wat hogere grondprijs. En als laatste, en dat is denk ik dat illustreerde deze projecten.
Er zal ook een oplossing moeten worden gevonden voor het niet wonen. Want veel woningbouwlocaties die nu worden voorbereid, is vaak een mix van projecten. Nou, en in de gouden tijd toen de corporaties enorm veel woningen ontwikkelden, ontwikkelden corporaties ook bedrijfssplinten. Nou, dat is in coronatijd wel even heel erg moeilijk. Dus ik zie daar zeg maar een van de grote hiccups waar we het komende jaar oplossingen voor moeten gaan vinden. Ik zie mevrouw Alverman knikken, dus die wilde graag op reageren. Ja, want wat meneer Hoornstra goed vertelt, is dingen op korte termijn die spelen en dingen op langere termijn die spelen. Ja. Als we het hebben over die 150.000 woningen, hebben we het over woningen waarvoor al concrete projecten benoemd zijn. Want daarvoor is die korting ook al aangevraagd. Dus daar staat al een handtekening van de gemeente onder en er staat al een handtekening van de corporatie onder. Dus het zijn geen abstracte getallen. Daar zitten concrete projecten en gedachten over huizen achter. Maar wat dus de normale gang van zaken is, en dat herkent iedereen die ondernemer is, op een gegeven moment komt er tussen dat plan en de uitvoering komen er allemaal hindernissen. En dat is wat meneer Hoornstra illustreerde. Dat kan ook zeker in deze tijd met corona gebeuren. Maar ook anderszins kunnen zijn dat kosten gaan stijgen of dat een kans zich toch niet voordoet. Dus het zijn dat soort hindernissen die we voor die 150.000 woningen, waar we het in deze sessie over hebben, dat we moeten zorgen dat allemaal geslecht worden. Maar daarnaast moeten we kijken naar die lange termijn. En dan hebben we het over die plancapaciteit. Want we willen niet alleen maar dat er voor de korte termijn deze 150.000 woningbouwen in gang wordt gezet. We gaan echt nog heel lange tijd te maken krijgen met een tekort aan woningen vanwege de groei van de bevolking die ondanks corona ook nog maar gaande blijft. Dus we moeten dit zien als een opstart naar een structureel hoger niveau. En vandaar dat het terecht is dat we het hier ook hebben over plancapaciteit. Die discussie moeten we voeren voor na deze 150 woningen, maar die discussie is ook wel nu. En daar is de minister ook mee bezig en zal ze deze week een brief over naar de Kamer sturen. Ja, dus volgens mij moeten we ook veel meer naar de gedachte inderdaad korte termijn en een lange termijn. Maar het gaat ook, als we deze aanzet met elkaar goed kunnen doen en met elkaar beter leren elkaars taal te begrijpen, dan is die 150 een aanzet juist voor die langere termijn. Voor de rest. En het gaat, kijk, corporaties bezitten 1/4 van de woningen in dit land. Dus we kunnen echt wel volume maken met elkaar als we elkaars taal spreken. In mijn eigen praktijk vraag ik ook aan politieke bestuurders, wat heeft u van mij politiek nodig om uw verhaal te kunnen vertellen? En de vraag stel ik ook andersom. En wat ik nodig heb is X, Y, Z. Vult u eens in, wat is dan die X, Y en Z? Nou, dat we goede afspraken hebben over snelheid houden op procedures. Over het daadwerkelijk aanwijzen van locaties. Om daadkracht te tonen als het gaat om programma's en projecten waar het gaat om een goede gedifferentieerde settings. Om naast elkaar aan tafel te komen zitten in plaats van tegenover elkaar. En ook open boeken te hebben, dat is volgens mij echt een cruciaal punt. Inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden. En als die er niet zijn, om juist de kracht te bundelen van hoe gaan we dit oplossen. Dus ik denk dat dat volgens mij de eerste aanzet moet zijn. En ondertussen loopt het tekort verder op. Dus die 150 is een fantastisch aantal. We komen 300.000 woningen tekort. En ondertussen loopt die op en lopen we nog niks in. Dus mijn pleidooi is praten prima, maar laten we snappen en starten met wat we nu hebben en daarmee van de kant te komen. En overigens, kijk, we hebben te maken nu met de coronacrisis. En volgens mij is de grootste les van de crisis eind 2010-11 dat we toen hebben gezegd, we moeten daarvan leren en doorbouwen en anticyclisch reageren. Dus ook die koppeling tussen korte en lange termijn vind ik een verantwoordelijkheid bij corporaties ook om die stroom door te laten te laten gaan. Te laten lopen. Dus duidelijke keuzes maken, hoor ik. Hè. Dus weet wat je waar wil gaan bouwen. Voor die 150.000 liggen de plannen klaar. Dus laten we het hebben over waar dan op dit moment nog belemmeringen zouden zitten. Daar met elkaar het gesprek over voeren en dan gaan bouwen. Desiree, wat leg je? Ik zie nog wel wat belemmeringen, ja. Want Marja, jij gaf aan, die plannen die liggen er. Die zijn gedeeld tussen corporaties en gemeenten. Maar ze komen toch niet verder. Ze worden niet uitgevoerd. Dus ik kom weer even terug op de uitvoeringskracht en de professionaliteit van het vak. Waar we ook gewoon weten dat bij corporaties de ontwikkelmensen zijn bezuinigd de afgelopen 10 jaar, vertrokken. Bij gemeenten is dat ook behoorlijk verminderd. Dus we kunnen wel zeggen, de deals liggen er, de handtekeningen zijn droog, maar de uitvoering, daar stokt het. Dus ik zie nog wel
een ontzettende uitdaging voor ons allen om die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. En op welke manier zou je de oplossing dan zien? Want het probleem signaleren, dat kan, maar dan zitten we hier over 2 jaar nog met exact hetzelfde verhaal. Dus hoe gaan we dan zoeken in zo'n capaciteitsvraagstuk naar de oplossing? Waar zou die kunnen zitten? Die zit voor een deel ook bij de ontwikkelaars. Daar zit de expertise, dus weet elkaar ook eerder te vinden, makkelijker te vinden, in te schakelen, vertrouw elkaar wat meer. En trek ook samen op, maak ook afspraken waar ook ontwikkelaars mee uit de voeten kunnen. Dus ook dat je gewoon een beetje langjarig zekerheid hebt van productie. Dat je ook, je wil ook innovaties in de bouw stimuleren. Dat kan alleen maar als er een soort afzettempo-garantie is. Dus ga met elkaar op zoek. Dus doe dat niet project voor project, maar kijk gewoon naar wat grotere afspraken over een groter gebied, waardoor je ook gewoon massa kunt maken en ook voorspelbaarder kunt bouwen, ook betaalbaarder kunt bouwen. Daardoor. Dus benader het vanuit de totale opgave en zorg dat dan al die partijen die verantwoordelijk zijn voor die 150 of zelfs de 450, want dat moest in combinatie, op tijd aan tafel zitten. Ik zie jou zenuwachtig bewegen, dus ik ben heel benieuwd. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, kijk, ik ben het direct eens met dat de capaciteit en de deskundigheid, zowel bij corporaties als bij gemeenten, de afgelopen jaren echt daar heeft een verschaling plaatsgevonden. En of de gemeenten en corporaties dus in staat zijn om die opgaves in het tempo te realiseren als het nodig is, dat is een vraag. Ik hou ook altijd dan een pleidooi voor zelfs de grote gemeentes. Maar ook de grote corporaties, en niet de allergrootste, maar net die categorie daaronder, laat staan de kleine, om elkaar op te zoeken. Om na te denken over een regionale ontwikkelorganisatie. En hoef je daar niet, als je het hebt over regionale ontwikkelorganisatie, dan denken mensen direct dat daar grond in moet. Nee, er hoeft helemaal geen grond in, daar moet personeel in. Zodat die deskundigheid aanwezig is. Nou, dat is dat was het ene punt. En ik denk dat we daar best, daar moeten we over onze eigen schaduw heen stappen. En het tweede punt gaat over meerjarige afspraken. Of het maken van afspraken met vanuit de lange termijn. Daar ben ik altijd twijfel ik een beetje over. Omdat ik ook heb gezien hoe dat kan leiden tot achterover gaan zitten. Van, we hebben nu een afspraak, dus kom maar op. Wij gingen maar op het moment dat je daar weer goede dat je gewoon zegt, ja kijk, als je niet presteert, dan vervalt de afspraak die we hebben. Dan kan ik me daar weer veel bij voorstellen. Ja, want u gaf zelf natuurlijk ook aan, ik wil niet zozeer weten wat er allemaal aan plannen is voor de korte en lange termijn. Ik wil weten of ze uitvoerbaar zijn. Ja, op het moment dat ook private partijen mee moeten zorg dragen voor het uitvoerbaar zijn, dan kan ik me toch voorstellen dat het handig is om die vraag te stellen, maar dan vervolgens ook te zorgen dat het uitgevoerd kan worden ook op lange termijn. En dan is er één heel goed onderwerp om even bij stil te staan, is dat vooral juist aan deze tafel. En het gaat over het belang van sociale huur. Kijk, het is niet zo dat de mensen die hier aan tafel zijn, zitten hier met de goede bedoelingen. Maar ik kan echt wel zeggen dat een deel van de discussies gaan over de partijen die het belachelijk vinden. Terwijl ik altijd zeg dat ontwikkelen is een maatschappelijke opgave. Het ontwikkelen is niet een financiële opgave. Wat je gewoon zegt, ik doe dit omdat ik geld wil verdienen. Nee, want het product wat je maakt, dat staat er over, als het goed is, over 100 jaar nog. Dus je draagt hem bij aan de maatschappij van de toekomst. Nou, dat betekent in die maatschappij ook dat daar mensen wonen met een laag inkomen. En dat je niet moet zorgen, dat is in ons alle belang, dat die zijn weggestopt in een paar hoekjes aan de randen van de stad. Dus maak het maatschappelijke zichtbaar, voelbaar, en maak dat een deel wordt van de totale opgave. Waar iedereen zich dan aan committeert. En als je die stap snel hebt gemaakt, dan zijn er weer heel veel discussies uit de weg. Dan word ik wat ongeduldig, want er zijn natuurlijk is het in the end heel veel politieke keuzes. Maar er zijn ontzettend veel goede voorbeelden al in het land, juist waar die publiek-private samenwerking
met al zijn ingewikkeldheden van de kant komt. Wij gaan in Den Haag Zuidwest, is de bedoeling, dat is een politieke keus, om een eenzijdige wijk te differentiëren. Daar zitten drie grote corporaties, Vestia, Stedion en Haag Wonen. Daar is het uitgangspunt dat wij met gebiedspartners werken. Dus wij betrekken de kennis van ontwikkelaars, in dit geval dan BBD, zo, dat is dan toevallig zo, maar om te kijken wat kunnen we met elkaar doen. Daar zit de gemeente aan tafel, de ontwikkelaar, de corporaties en wat mij betreft ook de huurders. Van wat is hier nodig? En we kiezen ervoor om een lange adem met elkaar te hebben om voor 10 of 20 jaar in dat gebied actief te zijn. Ja, dus wel degelijk, ga op zoek met elkaar naar de goede voorbeelden. Die zijn er. Die zijn ook voor een deel op lange termijn. Deel dat met elkaar en ga er zo in. Jullie zullen het haast niet geloven. We zitten aan onze laatste 30 seconden alweer van dit gesprek. Dus ik wil jullie vragen om eigenlijk in één zin eens uit te spreken wat jullie de goede gemeente mee willen geven om de boel aan de gang te krijgen. Mag ik met u beginnen, mevrouw Appelman? Nou, veel gehoorde woorden hier wil ik herhalen. Dat gaat over samen, publiek, privaat en met de gemeente. Het gaat over lange termijn perspectief en transparantie en openheid naar elkaar. Desiree, wat wil je eraan toevoegen? Het gas is bijna weggemaaid. Maar ja. Wat mij betreft gaat het nog over twee andere zaken die in het verlengde liggen. Over het uitvoerbaar krijgen met elkaar. En de tweede is het opschalen. Dus kijk niet te eng naar de opgave, maar bekijk hem breder. Dus van die 150 naar 450. Of van SEC woningen bouwen naar een nieuwe maatschappij met elkaar op een fatsoenlijke manier inrichten. Dankjewel. Meneer Babba, wat heeft u daar aan te voegen? Twee stichtelijke woorden. Eén, laat het weer hebben over volkshuisvesting in de volle breedte des woords. Dus niet alleen maar sociaal, maar over alle onderdelen van volkshuisvesting. En het tweede is, zoek elkaar vooral op met een open houding. En gebruik de goede voorbeelden die er zijn. Vizier open en volkshuisvesting centraal. De kern is kijken wat er nodig is om het te doen. Kijken wat er nodig is om te doen. Mooie afsluitende formulering volgens mij. Doe het samen, zoom uit en ga aan de slag. Stroop je mouwen op en kijk naar het geheel in plaats van de verschillende onderdelen. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank.